De e-bike aan huis rijdt met je mee. Na de trainingshervatting van juni was het op vrijdag 5 augustus de ploegvoorstelling op het terrein van de Kloppers bij KVK Nienhoven, die hun eerste stappen gaan zetten komende seizoen in Eerste Nationale. Nu al staat vast dat op het Nienhofse menu een lang en zwaar seizoen zal staan, met maar liefst 38 competitiewedstrijden op het programma. De competitie zal duren tot eind mei 2023. Bij ons hier de voorzitter van KVK Nienhoven, Patrick de Donker. Patrick, er staat een heel zwaar seizoen aan te komen. Bent u er klaar voor? De start zal zeer moeilijk zijn, dus de voorbereiding is vrij kort geweest. Het seizoen begint zeer snel, op 17 augustus. Meestal zijn wij gewoon van in september te beginnen. Maar de spelers zijn eraan voor aan het werken. En het is belangrijk dat we de eerste wedstrijd er staan. Want belangrijk is ook in het begin punten te pakken. Als je in het begin punten pakt, dan maakt het meestal een heel goed seizoen. Hoe begint u er nu eigenlijk aan als voorzitter om terug een nieuwe kern naar voren te brengen? Maar daar ben je een heel jaar mee bezig, dus wij doen een gans jaar door doen wij feitelijk scouting. We hebben een team van 2-3 mensen die feitelijk spelers bewust gaan scouten. Wij bouwen daar een gans jaar aan. Ja. En een pronostiekje voor dit jaar, waar gaan ze eindigen volgens uw eerste nationale? Want toch heel moeilijk, hè? Ja, dus laten we hopen dat wij ergens tussen 8 en 12 kunnen eindigen. Dan zou voor Nienhoven dat een zeer mooi resultaat zijn. Ja. Jans, je bent een van de kernspelers van KVK Nienhoven, Jaro Brabantsdoger. Eerste Nationale, je komt van Westerlo. Hoe bent u in Nienhoven hier nu gekomen eigenlijk? Via ben ik in contact gekomen met Nienhoven. En de club sprak mij heel hard aan, omdat ze ambitieus waren en nog steeds zijn. Ze zijn ook altijd gepromoveerd, 3 keer of 4 keer al. Dus ben ik gewoon heel blij dat ik hier de kans heb gekregen om mogen te spelen. Het is ook ergens een beetje op eigen bodem. Hè? Je bent toch een beetje een nuptelkrabber, zoals ze zeggen. Ja, inderdaad. Mijn papa woont in Nienhoven. Dus ik kom hier vaak. Ik ben hier thuis. Dus ik ben heel blij dat ik hier mag spelen. Dat ik de plaats ken en dat ik de stad ken. Wat is de eerste indruk van uw medespelers van de kern? De groep is heel leuk. Ik denk dat mij het meeste aanspreekt. De club en de spelers zelf. Iedereen heeft mij warm ontvangen. En we hebben al een stage achter de rug dat fantastisch was. Dus ik ben heel blij. Nog een van de kernspelers, doelman van KVK Nienhoven, Jari Jacobs, goedenavond. Wat vond u van die ploegvoorstelling hier vanavond? Persoonlijk, ik denk dat we van de jaren een heel goede ploeg hebben en dat we sowieso een middenmotor kunnen draaien. Misschien meer, ja, je weet nooit, natuurlijk. Alles kan in voetbal en ik hoop gewoon dat we een perfect jaar neerzetten dit jaar. Gaat het een moeilijk seizoen worden, ook als doelman voor u? Tuurlijk, ja, maar Kevin van den Noord gaat natuurlijk eerste keeper en dan gaat het tussen mij en Naïm om voor tweede keeper te vechten, snap je? Je moet altijd blijven trainen en blijven doorgaan om er te komen in het leven. Het wordt een zwaar seizoen eigenlijk wel, hè? Sowieso wordt het een zwaar seizoen. Het gaat zeker niet gemakkelijk worden. Ik denk dat, zoals ik heb al meermaals gezegd, het is een fantastische uitdaging voor mij, voor de club, voor iedereen, voor de spelers. We hebben heel veel werk al geleverd sinds mei, sinds de laatste wedstrijd tegen Lokeren. We wisten dat ook dat we gingen eigenlijk moeten opgaan naar eerste amateur en dat vraagt heel veel aanpassing. Je moet ook niet vergeten, we hebben de laatste jaren fantastische resultaat gehaald. Altijd euforisch, we zijn altijd gepromoveerd. Verwacht niet dat wij gaan dit seizoen promoveren. Allee, ik heb dat ook gezegd vorig jaar in tweede amateur. Ik heb ook gezegd dat we gingen niet promoveren. Maar we zijn toch gepromoveerd. Ja, oké, maar dat is bescheiden blijven. En dat is ook een beetje mijn manier van het werk, bescheiden zijn. We zijn bij ons met Stefan en Vanessa van Nino Fashion. Jullie zijn ook een van de sponsors, mogen we het zo zeggen, van KVK Nienhoven eigenlijk. Ja, dat klopt, inderdaad. Wat hebben jullie gedaan voor KVK Nienhoven? Wat is jullie inbreng geweest? Wij hebben de hele ploeg en de staf een kostuum gestoken. Wat werk aan geweest waarschijnlijk, want het zijn er toch een heleboel geweest, hè? Ja, dat was een hele uitdaging, omdat het in feite op een vrij korte periode was dat we de afspraak hadden gemaakt. En dan is natuurlijk het grote probleem in textiel momenteel dat de leveranciers wel echt met stokproblemen zitten. Dus het is een heel gedoe geweest om het hier vandaag toch iedereen in een kostuum te krijgen. Met het juiste hemd, met de riem. Ze blinken, hè, zoals ze niet over zeggen. Ja. Gelukkig zijn het sportieve mensen en staan ze er wel gemakkelijk mee. Ja. Hebben ze een courante maat en is het zeker gelukt. Ja. Moesten er nu mensen zijn dat zeggen dat kostuum, dat spreekt mij wel aan. Kunnen ze dat in de winkel vinden met jullie? Ja, absoluut. Ja. Dat is zeker
voorradig. Ja, we hebben genoeg stok ingenomen en dat kan zeker ingekocht worden. En nu nog iets, een kort vraagje van de voetbal ook. Wat denkt u, wat gaan ze doen in Eerste Nationale? Maar ik denk dat de middenmoot een mooi resultaat zou zijn voor het eerste jaar dat ze hier in de Eerste Amateur spelen. Dat zou prachtig zijn voor iedereen, denk ik. Zowel voor het bestuur als voor de spelers, als voor de supporters, denk ik. Is uw vrouw ook voetbalfanat? Want ik wil dat ook vragen eigenlijk. Wij hebben een zoon die ook speelt, dus vandaar dat we toch wel vrij geïnteresseerd zijn in voetbal. Ja, inderdaad. Rolf Dumst, we hoorden daarnet zeggen hier op de ploegvoorstelling, historicus van FC Nienhoven, VK Nienhoven en KVK Nienhoven. Klopt dat? Ja, eigenlijk is dat, je zegt FC, VK en KVK, dat is één en hetzelfde. Zo, wij zijn gestart bij FC, het Engelse benaming van voetbalclub, bij de overgang van de Doorn, de verhuis van de Doorn. Na de Kloppers zijn we een VZW geworden en van die gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om de Engelstalige benaming te veranderen in het Nederlandstalige, zijnde VK voetbalclub. Vroeger was VK Nienhoven gestoeld op familiale. Daar lag oud-voorzitter Jacques Timmerman telkens malen de nadruk op van familiale club. Maar omstandigheden, door die automatische, steeds opklimmende promotie, zitten we nu in Eerste Nationale, die meer een professionele instelling verlangt. Hè. Een klein pronostiekje in Eerste Amateur. Waar gaat u eindigen? Waar wil u eindigen? Oh, ik zou er graag eens onder de middenmoot van de Eerste Amateur. Hè. Dat zou perfect zijn. Dat zou ideaal zijn. En ik denk dat op dat gebied kunnen we eigenlijk een rustig seizoen beleven. En dat zorgen dat we kunnen zeker vast. Dat zal voor mij een geslaagde seizoen zijn als we in de middenmoot kunnen eindigen. Wat is de eerste belangrijke match die eraan komt nu? Wij spelen morgen een soort galawedstrijd op Dender. En dan spelen we de derde ronde van de beker van België. Volgende week. Tegen wie weten we nog niet. Maar dan is drie dagen later, de 17e augustus, spelen we de eerste wedstrijd van de kampioenschap tegen Ruppelboom, op Ruppelboom. Dus direct een verplaatsing, direct de waarheid en direct eigenlijk een wedstrijd waar we moeten klaar zijn.